eerste gebouwd in die vrachtwagens zelf, in die vuilniswagens. Met name in de vuilniswagens de kabels kapot op knagen zijn. We hebben nogal veel last van storingen. En de gemeente heeft er al jaren van alles en nog wat aan gedaan. Honderden meters leiding, waar de muizen schijnbaar ontzettend lekker aan kunnen knagen. Lekker eten zit erin voor die beestjes. Het is een rijdende SUV-wagen voor de muizen, zeggen we altijd. Maar ze krijgen niet onder controle. Daar zitten ze gewoon in, de hele dag. Hele rare storingen die bijna niet op te lossen zijn. De problemen werden steeds groter. Die gaan de storing opzoeken, die kunnen er uren mee bezig zijn. Ze knagen aan kabels. We waren radeloos geworden. De opdrachtgever voor deze oplossing gekozen omdat alle, wat al eerder is gezegd, de andere oplossingen en methoden van bestrijding niet toereikend waren. Je praat eens met links en met rechts en je hoort eens van, hé, begassing. De vrachtwagens zijn binnen opgesteld, leeg, opengemaakt. Wij zijn hier met een tape en seal actie vanochtend gestart om allerlei roldeuren daar waar de kieren zitten af te plakken om te zorgen dat het gas niet kan weglekken naar opliggende ruimtes. Wij met Fumico hebben een veiligheidszone ingesteld van ongeveer 10 meter rondom de gehele loods. Allemaal waarschuwingsborden dat men zich hier niet mag ophouden. We hebben nu een begassing zijn we aan het uitvoeren momenteel om de muizen af te doren. Zojuist zijn wij met 4 man van Fumico, hebben wij met perslucht op onafhankelijk ademlucht, zijn wij naar binnen gegaan. Hebben wij koud ijs, hebben wij verspreid. We hebben hier te staan zodat het lekker snel opwarmt. De CO2 wat in koud ijsvorm is, wordt nu gasvormig, verspreidt zich door de loods. Zuurstof wordt verdrongen, zuurstof gaat omlaag, gehalte CO2 gaat omhoog. Als wij een uur, x aantal uren, het zuurstof op een bepaald laag niveau hebben, overleeft helemaal niks. Maar blijf van onze kabels af, wij moeten ermee werken. Het is een stuk werktuig voor ons. En heel hard nodig om het afval van de burgers op te halen.